Renault Antwerpen. De auto's van stad. Een woord is nooit zo licht als het wel behoort. Vleugels die wijd opengespreid zijn, trillen in de lucht. De erkenning die Van Ostaaien vandaag krijgt is postuum. 3 keer werd de Antwerpse dichter begraven. De laatste keer 40 jaar geleden op het ereperk van het Schoonselhof. Naarmate hij meer begraven werd, kwam hij ook meer tot leven. Dus we dat ook conscience kunnen genomen hebben, dat misschien meer voor de hand gelegen. Maar ik was daar heel blij. Blij omdat men Van Ostaaien gekozen heeft. Ook een heel dankbare figuur. Ook een heel belangrijke figuur. Dus de wegbereider van het modernisme. Is de theoreticus van de historische avant-garde. Vooruitstrevend op Europees niveau. De dichter van de zuiverende lyriek of een dandy activist. Van Ostaaien was het allemaal. En deed het allemaal in Antwerpen. Hij was stadsdichter avant la lettre. Al had hij dat laatste zelf wellicht liever in het Nederlands verwoord. Van Ostaaien was een flamingant, maar niet een flamingant zoals we die tegenwoordig kennen, denk ik. Nee, dat zou ik wel wat nuanceren. Ik zou hem eerder flamingant noemen dan Vlaams nationalist, ik wik mijn woorden. Maar Van Ostaaien moet het ook volledig in zijn tijd situeren. Flamingantisme toen was en de strijd, en ook het activisme, de strijd voor het bestaansrecht van een volk en het ethisch bestaansrecht van de Vlamingen en hun taal. Of Van Ostaaien ook vandaag nog zou strijden voor zijn Vlaanderen, blijft zo de vraag. Zelf ligt hij er al lang niet meer wakker van. Maar het geluk.